Vertel even wie je bent. Ik ben Marjolein Mekking en ik werk sinds begin vorig jaar bij het Jagerhuis in Ede. En wat zou jij graag willen vertellen? Ik zou graag het verhaal van het Jagerhuis willen vertellen. Er wordt nu heel veel veranderingen komen eraan vanaf 1 januari, de transities. Er wordt heel veel gesproken over vraaggericht werken, maatwerk, dicht bij de cliënt. De cliënt staat centraal. En wij zijn eigenlijk een organisatie die dat eigenlijk al 10 jaar doet. En dat zou ik zo graag willen vertellen. 10 jaar geleden zijn Henny en Leo Jager, dus vandaar ook het Jagerhuis. Die zijn vanuit een grote zorginstelling voor zichzelf begonnen. Omdat ze dat juist misten. Dat echt de vraag van de cliënt en wat kan de cliënt zelf. En vanuit daar kijken van wat kunnen we voor iemand regelen. Centraal moest staan. Dus ze zijn eigenlijk letterlijk vanuit hun eigen huis begonnen. Met eigenlijk ja, eerst een kamer met een bed. En vervolgens is het uitgegroeid tot eigenlijk een middelgrote organisatie. Voor mensen met een beperking, heel veel mensen met autisme. We doen dagopvang, dagbesteding, logeeropvang, thuisbegeleiding en inmiddels ook begeleid wonen. En eigenlijk kijken we nog steeds, we hebben nu dan al die poten zeg maar nog steeds van wat kunnen we nou voor iemand regelen. Een mooi voorbeeld daarvan is dat we een jongere hadden met MCDD. MCDD, ja, dat is een soort vorm van autisme waar ook heel veel, ja, die ontploft nogal snel. En bij heel veel organisaties kon hij eigenlijk niet terecht. Of hij kwam er en werd vervolgens toch van, ja, dat past toch niet helemaal bij ons en wat moeten we ermee? Dus die ging een beetje verhort naar her. Hij kwam bij het Jagerhuis in beeld. En waar ze toen eigenlijk achter kwam, van ja, telkens waar hij dus kwam, zat hij op een groep. Met nog heel veel andere jongeren of cliënten of hoe je het ook wilt noemen, bewoners. En dat ging gewoon niet. Hij had gewoon een plekje voor zichzelf nodig. Dus daar kwamen ze achter en dat hebben we gewoon gedaan. Hij heeft gewoon een plekje bij ons op het Jagerhuis, gewoon helemaal voor zichzelf. En hij is inmiddels begonnen aan een opleiding en loopt nu stage bij een fietsenmaker. En gaat daar binnenkort ook zijn diploma voor afronden. En ik denk van ja, als je dat gewoon kunt bereiken door gewoon echt te luisteren en ook te kijken naar wat zijn de mogelijkheden. En echt vanuit die cliënt te gaan kijken, dan kun je gewoon zoveel voor elkaar krijgen. En dat het hoeft niet allemaal binnen hokjes te passen. Ja. Dus je zegt van wij doen het eigenlijk al 10 jaar. Ja. En als nu die decentralisatie komt, ja, kijk ook naar ons hoe wij het doen. Gaan niet, ja, het eigen wiel uitvinden. Ja, kijk, wij zijn natuurlijk ook wel aan het kijken van, we kijken nu ook van de inzet van vrijwilligers. Dat zijn dingen die, we hebben natuurlijk wel met de kwetsbare doelgroep te maken. Maar we gaan wel onderzoeken en zijn ook al bezig met de inzet van vrijwilligers. Hoe kunnen we dat bijvoorbeeld ook gaan doen? E-health, iets wat je heel vaak hoort. Allerlei apps om je eigen, ja, regie of je eigen leven te houden. Dat zijn dingen waar we mee bezig zijn. Dus je blijft zelf wel innoveren. Maar tegelijkertijd, ja, doen we het ook al heel erg veel. Dus ik zou ook heel graag mensen, ja, niet alleen de politiek of gemeente, maar ook andere organisaties die toch willen kijken van, nou, hoe werkt dat nou eigenlijk? Ga vooral bij bijvoorbeeld het Jagerhuis, maar er zijn ook heel veel andere organisaties die eigenlijk al zo werken. En ga daar in de keuken kijken. Ja, kijk bij elkaar, ja, leer van elkaar. Ja, ja, samen leven en samen leren eigenlijk. Marjolein, ja, dankjewel. Alsjeblieft.